Dames en heren, het is vrijdagmiddag. Het is 4 uur. Tijd voor Tilbuzz. Tilbuzz live vanuit de Lokhal. We hebben een gast natuurlijk aan tafel. Rogiero Dalnoot, onze stadsdichter. Vers van de pers. Goedemiddag iedereen. Goedemiddag iedereen. Fijn dat jij er bent. Dank je. Rogiero praat met ons mee over alles en niks en alles wat hier gaat gebeuren. We bellen met Ben, want die gaat altijd dingen vertellen die wij soms al lang weten, maar misschien soms ook nieuw. Klein geheimpje uit Tilburg. Klein geheimpje uit Tilburg. De leuke dingen. Zeker. We praten over een heel mooi kunstwerk wat hier in de Lokhal zit. We komen live vanuit de Lokhal en ik zeg het nog maar een keertje, er is weer leven in de Lokhal, want dat was anders. Heel fijn, dat heel was fijn. Heel anders. Heerlijk. En verder hebben we... Natuurlijk muziek van Dirk, hè? Altijd. Dirk, ja. Dirk heeft, die vertelt ons allerlei geheime tips over onze muziek. Zo'n mooie muziek die in de stad gemaakt wordt. En die je allemaal terug kunt luisteren op de Spotify-lijst van Tilbuzz. Ja, absoluut. Zoek die op. En verder hebben wij Mr. Frank van Bamelen. Die heeft een boek over... Wat zei jij nou? Een mysterieus boek over? Het is echt een mysterieus boek. Een heel mysterieus boek. En ja, dat mysterie... Heb je het al gelezen dan? Nee. Jij denkt het. Je hebt het gehoord. Ik zal er straks iets meer vertellen, want gisteren was een boekpresentatie. Ik was er te kort bij. Oh ja, maar je zegt... Boekpresentatie bij Ginotte. Ja, precies, van Frank. Ja, heb je hem gemist? Ja. Ja, zie je. Met de trein, Reni. Piet, jij zegt het is een heel mysterieus boek, alsof je het gelezen hebt. Maar maar zo klonk het wel. Ja, maar hij heeft al uitgelegd, het ging over een bepaalde steen ergens in een muur in Florence. Het voelt een beetje als zo'n Dan Brown mysterie, weet je wel, dat. Mm. Rogiero, fijn dat je er bent. Ja. Dank je wel dat ik er mag zijn. Ja. Hoeveel weken ben je nu onze stadsdichter? Het voelt al als een jaar. Echt? Zoveel gedaan al dan? Maar hoe nee, ik wist het natuurlijk al wel wat eerder. Ja. De spanning liep bij mij al weken op. Misschien al een maand van tevoren, 2 maanden van tevoren. Ja. Maar officieel ben ik nu denk ik 2 weken. Hebben wij proefuitzendingen gehad. En ik ben wat ouder, dus mijn geheugen laat me wel eens in de steek. Maar hadden we toen jou er ook bij? Ja, hè? Of niet? Nee. Een proefuitzending, dat kan heel goed. We hadden toen heel veel dames in de uitzending. Nee. Ja. Dus, en daar was jij nee, bij. Daar was ik wel bij, hè? Dus we hadden, daar was ik bij. Dus we hadden toch een goede, wij hadden toch wel een goede neus. Ja, ik zat er niet fysiek bij, via Clubhouse werd er gevraagd van, hey, wie gaat zich allemaal opgeven? Ja, Timmerman hier. En toen zat ik op podium samen met Huda. Oh, met Huda erbij. Ja, precies. Klopt. Oh, tof. Ja, klopt. Ja. Dan hadden we toch al een soort dus van prima. Wij hadden wel een goede neus. Daar wou ik eigenlijk alleen maar bevestigd hebben. Hey, maar hoe bevalt het? Wat heb je... er was nog even wat gedoe over. Gaan we het daar nog over hebben of niet? Wat was het ook weer? Een van jouw voorgangers? Oh ja. Ja, een van mijn voorgangers in het stadsdichterschap... wilde nog even wat vertellen. Ja. Gewoon zijn mening geven over inauguratie en inhoudelijk op mijn schrijfstijl. En eigenlijk ook een beetje over het categorie waar ik me onder schaar. Ja, ja. Spoken word dus, heet het, hè? Ja. En Hij was niet onbeduidend fan, zeg maar. Was niet helemaal zijn ding. Ik ga het ook voor Kees van Raak opnemen een beetje. Hij kreeg vervolgens iedereen over zich heen. Ja. Van Kees wordt zwakker en we zijn inmiddels in 2021. Ja. Ja, weet je, van de andere kant, dichten is, literatuur is zo breed. De ene vindt het ene mooi en belangrijk en de andere vindt... Dus om dan iemand meteen te disqualificeren vond ik ook wel weer een beetje... Nou ja, kijk... Ik heb bewust niet gereageerd. Het is misschien de eerste keer dat ik publiekelijk erover praat. Okay. Omdat ik Kees zelf ook niet persoonlijk ken. Dus vond ik het ook onnodig om daar echt op in te gaan. Ja. Bij deze Kees, als je luistert, ik zou graag wel een gesprek willen aangaan. Ook. Nou, dat gaan we weten. Ik zie een masterclass bij hem over het dichten zoals hij dat voorziet. Precies, ik zou graag wel willen meedoen. Ja. Nou, leuk. Het is niet dat ik zoiets heb van... Zal ik het zo zeggen? Ik heb ook op de Rock Academie gezeten. Ja. Ja. Heel kort wel. Maar een van mijn rolmodellen, mijn voorbeelden was mijn docent. Tijdens skillsles heette dat. Ja. Ging over schrijven en rappen. Wie was die docent? Stix, Jent Huytenwijk. En een van de eerste lessen mochten wij dus een demo meenemen en laten horen wat we al een beetje wat we al deden. En het eerste wat hij zei tegen mij... Wat is dit? Piep saai, zeg. Ja? Recht in mijn gezicht. Okay. En als ik dat kan overleven en
Vanaf toen dacht ik van iedereen heeft zijn eigen mening, is helemaal prima. Ja, en heb je er iets mee gedaan? Zei je van oké, je komt binnen. Ja. Maar wat heb je toen gedaan? Ben je voor je gevoel al scherper dan toen, zeg maar? Dat sowieso. Absoluut, scherper. Ja. Het waren lessen dat we 2 keer in de week hadden van hem. Ja, ja. Dus dat was gewoon elke week lag ik half wakker van. Deze week moet ik hem pakken. Ik moet hem nu laten zien wat ik kan. Ik weet dat ik kan. En dat, ja. Ja, dat werkte motiverend. Dus ik weet niet of hij dat expres had gedaan of dat hij het echt meende. Maar, nou, ik zou zeggen altijd, de mensen die kritiek op je geven, dat zijn de mensen die je geloven. Want die geloven dat je beter kunt worden. Precies. Dus waarschijnlijk zei je van, ik ga het tegen jou zeggen en let op, jij gaat mij verrassen. Het wordt steeds scherper en beter. En dat is, ja, nu ben je stadsdichter. Dus wat dat betreft, wij vinden jou een hele scherpe dichter. En daarom hebben we nu als stad jou als dichter benoemd natuurlijk. Ja, nogmaals dank je wel. En wij omarmen jou. Ja, precies. Ja, de kan dat hier niet, de tafel is te groot. Maar. Ja. Ja. En daarmee, heren, gaan wij even door naar even bellen met Ben. Ben heeft opgenomen, zie ik. Horen we hem al? Nee, Ben. Hoor je me weer? Ja. Dat klinkt veel beter. Ja, goed zo. Welkom. Welkom. Hallo, Ben. Hi, guys. Ja. Oké, hey, maar dat is een bierbrouwer die wat meer gaat doen. Leuk. Nice. Nice. Nog eentje. Ja. Maar echt een geheim, Ben. Ja. Toch maar even op de Bourgondische stijl houden. We kennen allemaal wel Duvelhok, maar daar komt gewoon een Duveldorp met een grand café en een klein hotel en een kunstroute. Ook daar, ook dat waar zijn het nu ook zit. Dingen die in de ontwikkeling zitten. Gaat ook nog even duren, Ben, geloof ik. Ja, alles gaat lang duren. Maar toch is het een paar keer knipperen, dan is het zover. Dat is waar. Want voordat je het weet is het 17 oktober. En dan moet je eigenlijk op die dag, tussen 12 en 4, moet je gewoon lekker wandelen langs de Piershaven. Want daar heb je gewoon allerlei pop-up performances. Dat is de dansjacht. Oh, wat leuk. Mooi. Ja, 17 oktober. Die gaat wel door. Goed zo. Die gaat, nice. Ja. Dat is cool. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar we hebben dit weekend ook veel dingen te doen. We hebben promilage. Blijf gewoon bier drinken vandaag. Altijd. We hebben altijd thema's, festival. Hè? Zit hoog bij jou, hè? Dat bier, promilage. Ja, dat vind ik gewoon lekker. Ja, maar we moeten vanaf blijven. Ja, ik kom terug van vakantie. Dus, met maten. Met maten. Drink met maten. Gewoon eventjes een paar weken niet. Maten. Drink met maten. Ja. Mag ik wat zeggen tegen Ben? Dan natuurlijk. Ja, dan gaan wij door daarna dan. Ja, precies. Dan Ben, heel erg bedankt. En tot slot nog even aan jou de vraag. Wist jij dat wij in Tilburg een Metropolitan Museum hebben? Ja. Bij het Wilhelminapark in de Zijstraat. Wij dachten, wij weten iets wat jij niet weet. Ja, nee, dan hartstikke tof. Fijn dat je die ook... Dus jij kent die ook gewoon. En vanavond is daar een hele bijzondere opening. En wij weten niet precies hoe het in elkaar zit. Dus we gaan dadelijk John en Dorrit gaan wij bellen om te kijken wat daar nou precies gebeurt. Ja. Oké. Ben, dankjewel. Ja. Hey jongens, goed. Joe, groetjes. Fijne avond nog. Houdoe. Doei. Oké. Matjaro, we zitten hier in de bibliotheek en we hadden ooit een plan met dit programma dat we onze gast aan tafel eventjes de bibliotheek in zouden jagen en dat hij met een boek terug zou komen. De tweede keer dat we deden was die gast is de bibliotheek ingegaan. Nou, je weet hoe groot het is, die hebben we nooit meer teruggezien. Verdwaald. Die hebben we nooit meer teruggezien, ook geen boek gezien, nooit meer iets van gehoord. Die is steeds te zoeken. Maar als we jou zouden vragen uit deze bibliotheek hier, pak eens een boek en vertel daar eens in 1 zin over waarom dat jouw boek is. Ik ken het boek nog niet uit mijn hoofd, maar er is een vertaling gepubliceerd van het spoken word gedicht van Amanda Gorman, die tijdens de inauguratie van Joe Biden... Ja, kent iedereen. Niet iedereen, maar... Ja? Ja. En is vertaald door een medeschrijver, een collega-schrijver van mij, waar ik ook op het eind van het jaar ook nog mee op tour ga. Dus dat ik ben echt heel erg trots op haar, Zaire Kriegen. Ze heeft het boek vertaald, The Hill We Climb. Kijk. En het is een tweetalig boek. Aan de ene zijde in het Engels, andere zijde in het Nederlands. Wat zodat mooi. Je het gewoon parallel zo kan doorlezen. Wat mooi. Wat mooi. Waarom vind je het mooi? Ik zeg het ook mooi, maar ik vond het gedicht mooi. Maar waarom spreekt het jou aan? Ik vind het heel erg knap hoe ze het heeft verteld. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om van Engels naar Nederlands te vertalen en dan ook nog... alle schrijftechnieken die daarin verborgen zitten, intact houden. Ja. En naar mijn mening heeft ze het heel goed gedaan. En heeft ze echt de essentie van het gedicht of van het spoken word stuk kunnen vertalen. Ja, want een normale Engelse tekst, ik weet vertalen kan ook voor een boek heel ingewikkeld zijn. Maar eigenlijk moet je als vertaler het boek opnieuw gaan schrijven met als basis, dat heb ik het ooit gehoord. Maar is dat dan bij gedichten en bij spoken word nog ingewikkelder? Ja, ik denk dat dit vooral ook de topic
Het onderwerp dat Amanda Gorman aankaart. Om dat ook nog een beetje herkenbaar te maken voor ons hier in Nederland. Omdat je het dan toch in het Nederlands leest en dan probeer je daar toch wat raakvlak in te vinden. Van, oh, hoort dit, heeft dit ook van, is dit ook van toepassing bij ons? Ja. Of, en ik vind dat ze dat dus heel erg goed heeft gedaan. Dus dat ze de kern van het verhaal intact heeft gehouden en toch een heel mooi gedicht. En je moet natuurlijk een ritme erin brengen. Weet je, als je een tekst vertaalt, dan deze lijkt me... Het kan ook ingewikkeld zijn, maar als je het over poëzie hebt en over spoken word hebt, over gedichten hebt, dan moet in de vertaling moet ook een ritme zitten, want dat is natuurlijk wel de... Zeker. Ja. Nou, mooi. Goed. Mooi. Wij gaan door. Wij gaan door. Ja, want ik heb iemand aan de telefoon. We hoorden net al, het Metropolitan Museum. Ja. Daar gebeurt vandaag iets heel speciaals. Ja. Een nieuwe expositie. En daarover hebben we John aan de telefoon. John, goedemiddag. John Brands. Goedemiddag. Goedemiddag. Live and kicking in de lokhal zitten wij en we hebben jou live and kicking aan de telefoon. Ja, welkom. Ik kwam heel toevallig bij een van jouw buren deze week. En toen kwam ik op het spoor van een bijzondere opening. Dit is met Piet, spreekt trouwens John. En jullie gaan iets heel bijzonders doen. Jullie hebben dus het Tilburgse Metropolitan Museum. En vandaag een opening. En wat gaat daar precies gebeuren? Want ik probeer het hier uit te leggen, maar ik krijg het moeilijk uitgelegd. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Oh. Wij hebben een museum hier in de Stedelijke Straat. Ja, ja. En we hebben een dépendance in New York. Aha. Metropolitan. Ja. En daar zijn al 30 jaar een aantal vrouwen tegen aan het protesteren. Oh. Omdat ze vinden dat ze daar eigenlijk weinig aan bod komen. Aha. En op welk gebied bedoel je dat dan? Nou, ze hebben eens gaan tellen. Ja. En toen kwamen ze erachter dat van alle exposanten in dat museum maar 5% vrouw was. Jezus. Terwijl het naakt wat daar tentoongesteld werd voor 85% vrouwelijk was. Aha. Ja, ja, kijk. Ja, dat is een leuk onderzoek om te doen. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Dit is, zijn leuke onderzoeken. Gerealiseerd. Ja. Ja. Ja, ja, zo leer je weer. Ja. En nu, hoe las je dat dan op? Nou, we dachten we draaien het gewoon om. Dus, vertel. Meer mannen. Dus, we vragen alleen maar vrouwen om aan de slag te gaan met mannelijk naakt. Oké, heel goed. Okay. Dat is het dus. En wat zien we? Wat zien we, John? Wat zien we? We zien hier 10 ramen, want wij hebben raamtentoonstellingen. Ja, ja. Waarin 10 werken staan van 10 vrouwen die met het mannelijk naakt aan de slag zijn gegaan. Kijk, kijk. Ja. En hoe zien die kunstwerken eruit? Zijn het schilderijen, zijn het tekeningen, zijn het... Van die middeleeuwse meesters, achter een beetje wel. Dat zou je natuurlijk graag willen weten, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Het is een beetje moeilijk te omschrijven. Ja. Het is zowel driedimensionaal werk als platwerk. En het thema was natuurlijk mannelijk naakt. Ja. En iedereen is er op zijn heel eigen manier mee omgegaan. En het is van vrij braaf tot vrij expliciet. Mm-hmm. En dus er is wel wat te zien. Oké. Benieuwd. Ja, het heet dus ook 100% female. Zijn dan ook zijn de mannen wel welkom? Of wordt het een soort ook echt een vrouwenavond? Of hoe moet ik het dan? Nee, gewoon iedereen is van harte welkom. En het is gewoon ook wel eens leuk dat ook hier aan... het verschijnsel man in al zijn glorie, ook daar is aandacht besteed. Dat vind ik ook. En als mensen langs willen komen, dan moeten ze zich volgens mij aanmelden via de Tilburg Metropolitan Museum. Even googlen en dan even gewoon, aanmelden dat je komt. metropolitanmuseum.nl, dus post Metropolitan Museum. Oh nee, ik zeg het verkeerd, daar ben ik nooit zo goed in. Post apenstaartje Metropolitan Museum. Een korte vraag nog, John. De makers, zijn dat Tilburgse maaksters? Of veel dat zijn voor de helft Tilburgse maaksters en de andere helft komt uit, overwegend uit Brabant. En de modellen, kan ik die zomaar ook op straat tegenkomen? Sorry, heb ik niet goed gezegd. De modellen, de mannen die model gestaan hebben, kunnen we die zomaar op straat ook tegenkomen? Dat ik kan zeggen van, hey, ik ken jou ergens van, ik heb jou gezien. Ja, dat zou best kunnen. Okay. Ik weet, dat hangt er een beetje vanaf hoe je kijkt natuurlijk. Hè? Jij komt mij vandaag bekend voor. Ja. Ik heb jou ergens van. Ik heb iets van jou gezien. Ik heb iets van jou vorige week gezien. Ja. Hey, mooie expositie. Ik hoop dat heel veel mensen komen kijken in de Stedelijke Straat. Hè? En tot wanneer is het? Het is tot...
kijken. Dan moet je ook even spieken. Tot en met 14 november. Oh, dan kan ik nog komen kijken als ik terug ben van vakantie. Dag en nacht open. Je hoeft geen toegang te betalen. En wow, je kunt vrij ervan genieten. Of desnoods je er compleet aan ergeren. Dat kan allebei. Hartstikke mooi. Dankjewel. Succes. Ik hoop dat er een hoop mensen komen kijken. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Bedankt voor het belletje. Hoi. John. Mout, jij maakt een gebaar alsof je iets wil zeggen. Mijn microfoon staat uit. Kijk, daar ben ik. Nee, ja, ik maakte een gebaar. Ik dacht, ik laat even aan jou weten dat we nog even een minuutje hebben. We hebben nog een minuutje. Om Mirjam te bellen. Mirjam Slob. We gaan Mirjam Slob bellen. Wij hebben al zo enorm vaak ons best gedaan om haar in de uitzending te krijgen. Ja. Ja. Zij heeft namelijk een super tof plan van een daktuin in Tilburg. Met een terrasje erbij, met plantjes, een daktuin. Maar die hebben wij niet al eens hier een uitzending gehad, niet in tijd? Nee. Ja, maar dat was een proefuitzending. Nee, dat wilden wij heel graag, maar ze kon eigenlijk nooit. Oh, okay. Ja. Maar wat is leuk is, die plannen, dat het idee dat ze had, dat zijn nu plannen aan het worden. En ik hoorde iets over 2023, dat ze dan misschien wel een daktuin in Tilburg hebben. Als jij nou eens gewoon even gaat bellen. Precies, dacht ik ook. Jaro, zou jij een model hebben willen staan voor die expositie van net of niet? Nee, ben ik veel te preuts voor. Ja? Ja, dat doe ik. Je hoeft me ook niet door in je blote billen te gaan staan en verder niks. Nou ja, hij gaf wel aan dat de ene wat explicieter is. Explicieter is dan de ander, dus wie weet. Piet, zou jij het doen als zou vragen? Niet makkelijk, nee. Ik wel. Ik wel. Dat is wel leuk. Ja. Ik wel. Maar misschien met de jaren komt dat worden los. Ik weet niet hoe dat zit, maar ik zou het nog eens spannend vinden, zoiets, denk ik. Ja, nou goed. Oké, dan hebben we vrije generatie, ik weet het niet. Ja, dat maakt allemaal niks meer uit. Nee, toch? Dat is het. Hebben we een lijntje? Of hoe komt men eigenlijk aan zo'n t-shirt? Piet is ons chef t-shirts. Het leuke is, dat is t-shirt nummer 1. Ja. Hè, dus het nieuwe Tilburgs t-shirt. En we hebben hier t-shirt nummer 2. En ik heb dan het derde shirt aan, maar dat is een beetje een mysterie. Daar gaan we dadelijk meer over van Frank horen. Ja. En weet je wat het is, Roger? Dit wordt al een collectors item, want dit is het oude logo. Het oude logo. Dus deze is al, ik weet niet of het jouw maat is. Ik heb begrepen, want Maud heeft dat aangekondigd vorige week. Wij mogen hem volgens mij weg gaan geven. Ja, zeker. Ja, dat mag. Zeker. En ik denk dat we gelijk kunnen beginnen bij Mirjam, want die hangt aan de telefoon. Ja. Maar ook een luisteraar Roger zou er ook wel een willen, maar deze die gaat hem niet passen. Dus dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen, Piet. Leuk. Ja, ik vind het een tof idee. Maar goed, mannen, we hebben allemaal Mirjam hangt aan de telefoon. Hoi. Mirjam, hallo. Ja, hallo. Je hangt er live in hier bij Tilbus uit de Lokhal. Ja, dit is mijn radiodebuut, denk ik. Echt waar? Heel spannend. Nou, pak je moment, zou ik zeggen. Wat heb je ons te vertellen? Wat heb ik te vertellen? Goh, nou, de naam Tilbus is goed gekozen wat dat betreft. Want het gerucht gaat dat er een daktuin in Tilburg gerealiseerd gaat worden. Een daktuin. En met een daktuin bedoel ik, we kennen natuurlijk de sedumdaken. Hè? Die komen steeds meer op steeds meer plekken tevoorschijn. Jullie alleen zo, ik ga daar eigenlijk nog een stapje verder in. Wat mij betreft gaan we groente en fruit verbouwen op daken. Zo het voedsel weer terug naar de stad halen. Wat mij betreft combineert dat dan mooi met een stukje horeca en een winkel en een prachtig programma met sterrenkijkavonden en yoga-sessies en noem het maar op. Dus dat ben ik van plan. Hey, yoga naar de sterren kijken. Ja, dat is wel bijzonder. Dan op een downward dog op en een daktuin. Yoga en een sterren kijken op een daktuin. Hey. En dat in Tilburg. En dan krijg je salade daarna. En dat in Tilburg. En wanneer, salade toe, ja. En wanneer gaan wij daarvan genieten, Mirjam? Poeh. Nou, dat is gelijk wel, want jij hebt er zin in. Ja, ik wel. Ja. Ik ben dol op yoga en een daktuin. Ik hoop 2023. Even voor de mensen die dat niet snappen, dan bedoel jij 2023. Dan bedoel je dus over 2 jaar. Anderhalf, 2 jaar. Waarom moet dat zo lang duren? Daken zijn er genoeg. Precies. Enthousiasme daken zijn er genoeg. Nou is voor zo'n plan niet zomaar elk dak geschikt. Ik wil natuurlijk een mooie centrale locatie en dat dak moet sterk genoeg zijn. En we moeten niet te veel last hebben van de wind. Mensen moeten naar boven kunnen komen. Dus dat heeft nogal wat voeten in de aarde. En dan moet het natuurlijk nog gerealiseerd worden. Dus die tuin moet aangelegd. Het liefst ook nog met wat waterbuffering eronder. Water is een grote uitdaging in de stad richting de toekomst, want de buien worden steeds tropischer. Ja. Dus dat moet allemaal aangelegd. Dat heeft wat tijd nodig. En het wilt ook een paar jaar laten groeien misschien. Dat je denkt van dat je niet in zo'n tuin komt waar overal half alles staat. Maar echt een beetje zo'n eigen huis- en tuingevoel waar in één keer de tuin helemaal af is. En alles is groot en groen. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ja, dat is mooi. En dan het liefst ook natuurlijk dat altijd de zon schijnt. Ja.
Ja, dat is de uitdaging. Dus ik kreeg al de tip van iemand die precies dit zei. Die zei, ja, je moet dus bij de Efteling gaan praten. Want die hebben dat altijd zo goed op orde. Ja, absoluut. Dat moet jij ook hebben. Dus, ik ken een van de tuiniers daar, Mario. Dus misschien kunnen we straks even dan... Mario is een van de hoofdtuiniers en die kan misschien wel wat tips geven. Waar ken jij nou niet iemand, Piet? Ja, dat is echt, dat vraag ik ook echt altijd af. Als je iemand nodig hebt, dat moet je gewoon even aan Pies vragen. Ja, dat is gewoon een leuk kerel. Leuk. Hey Mirjam, heb je ook al een plek op het oog? Of is dat nog te vroeg? Ik ben even voor jullie beeldvormen 1,5 jaar geleden gestart. En inmiddels heb ik best wel heel wat daken gezien en bezocht. En er worden nu gesprekken gevoerd die zeker tot de plek gaan leiden. Maar daar kon ik verder eigenlijk nog niet zoveel over. Kun je een wijk hinten dan? Dat we toch iets, want de bus is een beetje een primeurtje. Hè? Dus kun je een wijk noemen? Of een... De bus is het primeurtje, ja, denk je dat? Ja. Nee, ik kan ook geen wijk noemen. Nee. Een klein geheimtje. Ja. Maar dan zal het wel in de Racehof zijn. Ja, precies. Nou, ja, ik kom er net vandaan. Het is in de Racehof. Ja, ik kom net uit de Racehof. Het is gewoon in de Racehof. Ja, want het doel is natuurlijk uiteindelijk, want die eerste, ja, dat wordt natuurlijk wel het ding. Ja. Daar moet het gaan gebeuren. Maar het doel is natuurlijk uiteindelijk, met één zijn we er niet. Hè. Nee, dan hebben we niet alle... Zijn. Nee, het dak moet eraf, weet je wel. Zaken die ik aan de orde uitpakken. Wil stellen, die hebben we dan nog niet helemaal te pakken. Dus het idee is natuurlijk dat het startschot is van... nog veel meer groene daken. Super. En dat ik niet de enige ben die dat gaat zitten doen. Maar dat iedereen dat gaat zitten doen. Hey, mooi. Zullen we afspreken dat als je de plek weet dat je ons even belt en dat we het dan tegen iedereen mogen vertellen? Ja, doen maar, hè. Ja? Goed doen, hè. Oké. Okay. Ja. Okay. Leuk. Ah, dankjewel. Gesproken. Mooi initiatief. Super. Ja, succes met jou. Nee, dankjewel. 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 Dag. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Dag. Hoi. Wat gaan we doen? Mout? Nou, ik dacht, er is hier iemand, heeft hier plaatsgenomen naast ons. Ja. Op een mooie barkruk met een camera voor zijn gezicht en een microfoon voor zijn neus. Ja. Ja. En hij is al genoemd. Er is al een paar keer precies, daar hadden we het net al over. We hadden al een kleine teaser van onze Ben over iets wat hier hangt aan het plafond. Ja. En dat is, nou, degene die hier zit, laten we eerst zeggen, dat is Rolf Adriaanse. Hi Rolf, kan jij mij er verstaan? Ja, ik ben... Kijk, inderdaad. Als je goed in de microfoon praat, dan kunnen de luisteraars je ook verstaan. Prima. Je zit hier niet voor niks. Wat hangt er hier achter ons? Achter ons hangt de grootste kroonluchter van de wereld. Circulaire kroonluchter. Nee, ja, echt. En sinds vandaag. Ja. Vertel. En morgen officieel. Vertel, circulaire kroonluchter. Ja, dus hij is... Ik zie veel ronde vormen, dus dat... Ja, jullie zien hem. Ik zie jullie, hè? Ja, precies. Dus zien we op de camera ook Wij zijn op dit moment voor jou even belangrijk. Oh, heel goed. Goed. Ik doe het even uit mijn hoofd dan, ja, hè? Is goed. Ja. Maar er hangen dus 169 bollen in die gemaakt zijn van 10.000 petflesjes... die Tilburgers van straat hebben opgeraapt. Hé, wat vet. In Tilburg. In Tilburg. Dus we hebben Tilburg een stukje schoner gemaakt... vanaf mei 2019, voor de statiegeldtijdperk. Ja. Okay, ik wil net zeggen, daar zijn een hele hoop statiegeldflessen. Ja, het was iets meer dan 10.000 wat ze opgehaald hebben. Het zijn er 250.000 geworden, maar ik had 10.000 nodig. Ja. Dus ik heb er nog een hoop. En die heb je dan gesmolten? Want even voor, want het is radio. En het zijn, help eens Piet, ik zie kleurige bolletjes in allerlei kleuren... aan allerlei kabels, de ene wat hoger dan de ander. Ja, ze hangen een beetje van mij uitgezien in een soort van... Halve maan. Halve maantje, toch? Een keer de maan zo naar boven. Ja, ja. Het is de parabool bij wiskunde van vroeger. Wiskunde, dan moet je bij mij aan. Wiskunde was ook echt... Voor de mensen die het wel snappen, halve maan ongeveer. Ja. En een parabool. Een parabool. Okay. En volgens mij gaan we naar Ridder maar kunnen zien. De mensen die ons nou de stream kijken, die kunnen het nu zien. Want ja, ongeveer. Beeld bijgelicht. En Rolf, heb je dit zelf gemaakt, of... Ja, we hebben dit. Dus we hadden de petfles, die hebben we met hand schoongemaakt. En die hebben we versnipperd eerst met de fiets. Met heel veel Tilburgers. Dus hoezo met de fiets? Ja, dus hard fietsen en dan. Dan die flessen door de spaken heen door Jassen. Ja, en dan een speciale scherder erop gemaakt. Ja, die staat hier ook. Dus, die staat mensen hier erop ook. Komen fietsen als ze naar het lokaal komen? Wacht even. Hij staat nu even. Dit gaat mij het snel. Ja. Oh. Je hebt. Hoeveel flesjes had je? 10.000 voor de koning. Oké. Okay. En wat heeft die fiets ermee te maken? Want ik snap het gewoon niet. Nou, om van petflesjes bollen te maken, moeten we er eerst snippers van maken. Ja, dat snap ik. Nou, dat kun je op twee manieren doen. Of in een machine en op een knop drukken. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is niet zo leuk. Het kost wel energie, is niet miljoen. Dus we gaan het duurzaam doen. Super. Dat betekent, we moeten al wat meer bewegen, wat kilo's kwijtraken. Dus jong en oud in Tilburg en de omstreken hebben meegeholpen met fietsen.
Maar jij ziet er ook afgetraind uit. Volgens mij ben je ook mee. Oh, dankjewel voor het compliment. Precies. Ik hou nu mijn buik in. Maar ik probeer nog even de lijn vast te houden. Sorry, en die fietsen zaten vast aan een soort machine of zo die ze dan maalden. Die dat snippert met tanden. En die snippers die gaan in een vorm die gesmolten wordt tot een bolletje. Oké. Hoeveel bolletjes waren het? 13 keer 13. Ja, oké. Okay. Dat is al wat leuk. Dan heb ik er geteld. Dat is als toeval. Hey, en er zitten, wat gaat er gebeuren? Want hij wordt onthuld. Ik hoorde dat de wethouder hem morgen komt onthullen of zo? Of? Ja, Rick komt meehelpen, maar ook met 12 andere mensen. Mm-hmm. Dus kinderen helpen mee en mensen die petflesjes hebben ingeleverd. Dus echt Tilburg breed gaan we hem onthullen. Wat leuk. Mooi. En dan gaan we hem ontsteken als het ware. Dus dan gaan we stap voor stap het licht erin. En er zitten allemaal lampjes in? Er zitten allemaal ledlampjes in, ja. Okay. Die techniek, hoe is die tot stand gekomen? Want heb je ook technische... Ja, ik ben geen technische man. Nee, totaal niet. Dus ik heb hulp van een technisch bedrijf, van de Klundert uit Oosterwijk. Die heeft geholpen met de festivals en dat soort dingen ophangen. Het moet natuurlijk veilig zijn, want het is best wel een gevaarte. Ja, precies. 32 vierkante meter, wat in de lucht hangt, 11 meter. Ja. Dus dat is allemaal top. Dus dat hebben we dag 1 gedaan. Dag 2 was het frame erop maken of de plaat erop met de bollen eraan. En dag 3, dat is dus vanochtend geweest, hebben we hem laten... omhoog laten. Oh, dus dit is hier allemaal op een locatie in elkaar gezet ook? Allemaal ter plekke. Oh, maar nou kan je er toch donder op zeggen dat er geluiden komen van bezoekers hier zeggen, laat dat ding hangen. Hij moet hier gewoon altijd blijven hangen. Oh, blijft hij niet hangen? Dat geluid is er al. Ja. Dus hij blijft tot eind december blijft hier hangen. Dus 3 maanden blijft hier hangen. Ja. En dan is het altijd... Dus we moeten een actie gaan voeren. Nou, harde actie. Als het nodig. 3 maanden is veel te kort. Ik ben voorstander van enthousiasme. Ja, maar precies. Het is ook een voordeel. Kijk, de Kroningen heeft een verhaal dat je van iets wat heel lelijk is, het lelijke eentje een prachtige zwaan kan maken. En het verhaal is dan dat je daar ook weer misschien iets anders van moet maken. En het zou tof zijn misschien dat hij hier in Tilburg begint. Dus het blijft natuurlijk een Tilburgers ding. Ja. Dat hij de wereld rondgaat. Oh, en het verhaal gaan reizen natuurlijk. Ik zou het toch wel leuk. Nou, Metropolitan Museum misschien. Daar hebben we net geen contact mee gehad. Dus. Alle contacten zijn. Alle tips zijn welkom. Kun je gewoon sturen naar. Hey, super. We hebben binnenkort ook ergens een dakterras waar we yoga hebben. En lekker kunnen ontspannen. Er kan een kroonlucht erbij komen. In de lucht. Die wordt er een beetje zen van straks met het licht erin. Ja, ja, ja. Ontspannen. Ja. Dus, dan wordt het, als hij nou onthuld wordt, dan moet het hier eigenlijk donker zijn. Ja. En dan is hij natuurlijk op zijn mooist. Ja, dan is hij op zijn mooist. Maar hij wordt morgen om 3 uur onthuld. Dan is het nog dan redelijk is hij licht. Mooi. Dat is heel mooi, want we hebben hem natuurlijk al aangehad. Ja. Maar het mooiste is, je moet daarna, de week erna, ook vooral... Ik zou zeggen, ieder uur een keertje terugkomen om het effect te zien. Ja, gaan we doen. Even hartstikke mooi. Heel benieuwd. Echt heel mooi. Leuk, heerlijk. Heerlijk, dat soort dingen. Wat vind jij ervan? Jij hebt maar, ik vind het heel erg bijzonder. En ik ben altijd wel voorstander om zoveel mogelijk te recyclen. Ja. Dus ik vind dit een heel mooi initiatief. Ja, heel mooi. Dus ik hoop dat alle Tilburgers de komende 3 maanden... gewoon in ieder geval een keer naar de Lokhal komen om... om het te bekijken. Er lopen hier altijd zoveel Tilburgers rond die vroeger zeiden het mag wel kosten. En die nu zeggen van het is wel van ons. Ja, dus ik denk dat hij wel komt goed. En ik zou hem dan, als je hem dan onthult, dan moet je echt lekker dat Tilburgse gezicht erbij gebruiken. Stik de lamp aan. Ja, stik de lamp aan. Die onthoud ik. Ja, dat is wel. Worden er nog steeds flesjes verzameld voor een ander project? Nee, want de flesjes zitten tegenwoordig staatsgeld op, hè? Oh, dat is waar. Sinds 1 juli. Een verdienmodel geworden, ja. En dus ze liggen bijna niet meer op straat. Nee, klopt ook. En als ze op straat liggen, zijn mensen die rapen het op voor zichzelf, voor een extra zakcentje. Dat is eigenlijk je doel bereikt. Dat was ook de reden. Dus het was mooi dat het eindig is. Super. Maar ik heb er nog 200.000, dus we kunnen nog voort. Kijk, nog een kroonluchter dan aan de andere kant. Nee, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Klein applausje. We gaan niet zitten klappen hier, maar een soort applausje. Mooi. Dankjewel. Hey, ik heb wel zin om even te dansen of zo op mijn stoel. Nou. Dat dacht ik, toch? Ja, dus onze muziekhint leverancier. Ja, Loet, jij mag ook dansen. Dus ja, je hebt mij nooit zien dansen. Nee, maar dat zou ik wel willen, denk ik. Ja, dat kan. Dirk hangt aan de telefoon met een hint. Dirk. Hallo. Piet, doe jij Dirk? En nou, misschien Maud. Goed. We zijn het allemaal wel een beetje gewend hoe dat gaat. Ja, elke week hebben wij inderdaad een hit van Dirk. Waarvan hij denkt, dat moeten de Tilburgers echt weten. En die gaat in de Spotify-lijst. Dirk, wat hebben we deze week? Nou, zoals jullie misschien wel weten, heeft Draaimolen Festival dit jaar 10 festivaldagen. Zeker. En hoewel er maar 750 man per dag op het terrein mag, vanwege de regels nog, staat toch voor mij een van de beste line-ups in de huidige elektronische muziek scene. Echt wereldsterren in een prachtige, intieme setting in het bos. Maar als je naar de line-up kijkt, er staat ook gewoon Tilburgs talent tussen.
Zodra de Julie eerder deze week, vanmiddag stond French 2 op het podium. Maar mijn echte hoogtepunt was gisteravond. Ben je ook geweest? Je bent er al elke dag te vinden natuurlijk. Ik ben daar bijna iedere dag al te vinden, ja. Want ja, ik hou van die muziek en van het festival en de organisatie. En zo hoort het ook. Gewoon trots op dat dit in Tilburg staat. Ja. Gisteren had de Tilburger Colleré, die had zijn debuutshow. Die stond voor het eerst live op het podium. Die heeft een paar weken geleden heeft die een album uitgebracht. Het heet Future Static. Maar die speelde die nou live met drummer Joep Smits en Yannick Verhoeven op toetsen. Die kennen we van Cairo Liberation Front, ook weer het Tilburgse groepje. Het zit allemaal in elkaar verweven, mooi. Ja. Ah ja, nou, ik zie Mout ook heel dat knikken. Ja, ja, wij hadden daar al iets van gehoord inderdaad. Ja, en we hadden ook al gezien dat hij op het podium stond. Dus wij wilden hem eigenlijk ook wel spreken. Maar dan doen we het via deze kant. En ben jij zelfs ook willen gaan naar de Druimel of niet? Heb je kaartjes? Ja, nee, ik ben altijd te laat met kaartjes voor festivals. Ik kom ook altijd te laat erachter dat het op de dag is dat het festival is. Dat nog iemand naar binnen kan smokkelen. Nou ja, ik zou graag willen. Maar ik ben nog nooit geweest en ik wil eigenlijk ook wel graag. Ja. Wow. Oké, maar we gaan even terug naar Dirk. Zou ik het niet erg vinden. Ja. Muziek hadden we het over. Ja. Daar is Dirk, daar heb ik geen tijd meer voor de muziek. Het is dus elektronische muziek, heel dansbaar, maar er zit ook echt heel veel een beetje invloeden in. Van, het voelt een beetje indie. Ik voel een hele flinke scheut Depeche Mode erin bijvoorbeeld. Ja, dat is echt te gek. Dus van heel die plaat, die moet iedereen sowieso helemaal checken. Maar ik heb het nummer Digital Abyss meegenomen. Dat was gisteren ook echt een van de hoogtepunten in die set van hem. Dus ik zou zeggen, knal die er snel in. Knal hem erin. En hoe heet de plaat? Die je nou even snel benoemd? Future Static. Future Static. Dus ogen dicht, ja. We zijn in het bos, net buiten Tilburg. En weet je wat, het is lekker weer nog steeds. We hebben tickets, we hebben een drankje in de hand. En we staan naast Dirk en we genieten met ons ogen dicht van... Colleré. Okay. Let's go. Weer een hele andere stijl elke heel week. Anders, ja. Maar ik krijg wel die lekkere festival vibe erbij. Je kan er wel echt lekker op dansen. Dit is een feestje op zich. Ja, is mooi. Jij bent DJ ook, hè? Dus, Hier zou je wel wat mee kunnen. Ik zou dit absoluut draaien. Ja, mooi, hè? Ja, zeker. Ja, verrassend. En we hadden het straks ook wel leuk, want freestyle is ook iets wat jij kunt. Freestylen, ja. Ik doe niet vaak freestylen, omdat ik vaak het gevoel heb dat als je iets schrijft, dat je daar meer aandacht voor hebt. Ja, is waar. Dat je er meer gevoel in kan leggen. Precies. Ja. Maar zou je bij wijze van spreken, als er zo'n nummer op de achtergrond aanstaat, daar iets overheen kunnen doen? Of is dat dit een beetje... Nee, dat zou ik niet kunnen doen. Hij dekt zich in. Hij denkt, nou, ik zeg dat doen we wel even horen, die muziek. Mooi. En met dit soort muziek ben ik veel te afgeleid, joh. Dan ben ik meer aan het swingen dan dat ik over woorden zit na te denken. Ja. Mooi. Bijzonder weer, hè? Godzang. Ja, ik vind het ook een beetje mysterieus. Ja. Hey Piet, over mysterieus gesproken.
Ja. Ja, dat is een mooi bruggetje. Ja, nou dreek het bruggetje van stad me door. Sorry, ik vind dat leuk altijd. Piet, ja, die fietst door de stad, Rogero, en die komt allerlei dingen tegen. En dan zet hij zijn telefoon aan, dan neemt hij iets op en dan zadelt hij ons daarmee op. Vertel. Nou ja, ik vind gewoon, er is iets gaande in de stad, voor mijn gevoel. Want we hebben, volgens mij is, als ik ergens heb ik gelezen, 1100 keer is de straat open gegaan in Tilburg. 1100 keer. Dit jaar of zo? Dit jaar. Dit jaar. Dus iedereen heeft wel ergens een keer dat hij met zijn fiets even afstappen. Waarom? Ja, kabels, gasleidingen, glasvezel, ik weet niet wat het allemaal is. Vermaak. Vermaak, ja, misschien is het gewoon vermaak. Ik ben ook benieuwd wie gewoon zelf zoiets gehad van, laten we de straat een keer open gooien, jongens. Dan hebben we gewoon, WK tegeltjes scheppen. Weet je, tegeltjes scheppen is ook nog geweest, dus er is heel veel, er zijn heel veel straten open. Dat er gewoon iemand op maandagmorgen wakker wordt en ik ga ergens gat graven. Ja, precies. Dat lijkt me leuk. Maar ik ben zo benieuwd, die moeten iets vinden. Tilburg is volgens mij hartstikke interessant, we hebben best interessante historie. Die moeten in die 1100 keer iets boven water hebben gehaald. Oh, jij denkt aan opgravingen? Ja. Kijk. Echte opgravingen. Oké. En? Nou, ik heb iemand aangesproken. En? Bij zijn opgave. Nee, dat kunnen we terug horen. Ook horen? Als het goed is wel, wat hij ervan vindt. Gabi, zet hem maar op. Ja, ik sta hier dus bij mij om de hoek, bij de Jacob Roggeveenstraat. En bij ons is nu ook de grote werkzaamheden in Tilburg zijn aangekomen. En al bijna 1100 keer dit jaar is de straat in Tilburg open gegaan. En nou vroeg ik me af, ik sta hier met een van de harde werkers hier. Ik sta hier met een van de werkers. En ik vroeg me af... u bent nou natuurlijk heel het jaar al aan het werk in Tilburg. Hebben jullie nou iets in de grond gevonden? Nee, helemaal niks bijzonders. Niks bijzonders? Nergens is er een bijzondere schat of munten of dat je een bepaalde iets tegenkomt? Helaas niet. Nee. Helemaal niet? Nee. Weet je het zeker? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Mag je er misschien ook niks over zeggen? Of is het misschien, is er wel iets gevonden, maar mag je er misschien niks over zeggen? Kan er ook nog? Ja, als we iets vinden, melden we dat sowieso bij ons uitvoerder. Alleen we hebben niks gevonden tot nu toe. Niks gevonden, jongens. Ja, ik vind het zo bijzonder. Het is een mysterie in de stad. 1100 keer is er al hier de straat open gegaan en nog niks gevonden. Dat kan haast niet. Er moet ergens iets zijn. Laten we op zoek gaan naar de schat van Tilburg. Ik ben heel benieuwd. Terug naar de studio. Dit was Piet op straat. Groetjes. Hoi. Ja, ik geloof er geen fluit van. Investigating journalism, ik Piet. Geloof er niks van. Nee, kan 1100 keer opgraven en geen enkel muntje is gevonden. Hele straten ligt open. Soms een meter of anderhalf de grond in. Dat kan niet, dat ze niks bijzonders hebben. Ik ben een ervaren journalist, hè? Dat weet je. Ja. Deze man ligt. Ja, dat het kan ook niet zijn dat er niks gevonden is. Ja, dus ik kreeg een beetje skeletten, van die... oude urnen, muntjes, sieraden uit de prehistorie. Bijvoorbeeld. Een reliquie uit de Tweede Wereldoorlog. Zeker. Je weet het niet. Ja. Maar tegelijkertijd... ligt hij ook niet. Want Piet vroeg, weet je het zeker? Nou, ik weet het niet zeker. Okay. Oh, dat is waar. Hey. Ja, kijk. Daar moet je scherp op blijven. Opletten. Zie je, er is het. Nou, en dat gevoel van mysterie kreeg ik dus gisteravond ook. Ik heb gisteravond, ik dacht dat Frank van Pamen, die zou een boekpresentatie hebben. Ik denk, daar ga ik even naartoe. Dus even hoi, weet je wel, gezellig. Ik heb een nieuw boek, koop het, daar ligt het. En dan doe je handjes schudden, biertje drinken. En Frank die begint, en die begint toch een heel verhaal te vertellen. En die onthult daar een soort mysterie rondom zijn boek. En ik baal dan stekker, want ik denk, hoi, doei, doei. En ik ben na een kwartiertje ben ik weg. Maar dat werd een heel interessant verhaal en ik moest halverwege gewoon weg. En nu kan jij echt niet wachten, zeg maar. Nee, dus je moet dat boek nu hebben. Ik moet zo snel mogelijk dat boek gaan hebben. Ik ga daar, als het hier niet ligt, ga ik daar meteen door naar de winkel, ga ik het halen. Maar ik ben heel benieuwd of Frank iets meer over de mysterie wil vertellen. Want ik ben er wakker van gelegen. Heel benieuwd, hebben we Frank aan de lijn? Ja, zeker. Volgens Frank, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo. Live ben je in Tilburg vanuit de Lokhal. Ja. Met Piet van Beurden als medepresentator en ikzelf, Loet Donders. En Rogiero zit hier al bijna een uur aan de tafel. Als tafelgast. Net hoorde ik iets over mysteries. En als je maar goed graaft, dat je dan... Ja, je vindt altijd ook iets natuurlijk. Dat denk ik ook. Toch? Ja, dat denk ik ook. Ja, en eigenlijk probeerde ik dat gisteravond ook te vertellen tegen Piet, maar die was ineens weg. Ja. Sorry man, ik vond echt... Ja. Die ging graaf. Ik had niet door dat het zo interessant zou zijn. Ik denk echt dat ze gewoon even een hallo, welkom, dit is het boek, glaasje drinken en koper en doei. Je had niet de verwachting dat Frank interessant zou zijn, hoor ik jou nou zeggen. Nee, dat schrik ik ook een beetje van. Sorry, dan kom je daar langs en denk van, nou, dan zal het wel niet worden. Nou, lekker. Hé hey Frank, vertel eens over dat boek. Vertel eens. Wat zeg je dat? Vertel eens over dat boek. Vertel eens over het boek. Ja, nou, wat ik gisteren, ik weet niet tot waar Piet het precies gehoord heeft, maar wat ik aan het vertellen was, is dat ik een paar jaar geleden op vakantie was in Toscane. En toen zijn we ook naar Siena en Florence gegaan. En
En toen we thuis nog wat nalazen over wat we precies allemaal gezien hadden en wat we misschien ook wel een beetje gemist hadden, toen kwam ik erachter dat er op de zijkant van de Ton in Siena staat een eeuwenoud woordraadsel. En dat had ik toen niet gezien, maar ik ben het een beetje gaan opzoeken van wat is dat eigenlijk. Hè? Dus het zijn 5 woorden onder elkaar en die kun je van voor naar achter en van boven naar beneden en van links naar rechts lezen en daar staat er precies hetzelfde steeds. En dat raadsel, dat is er al een paar honderd jaar, dat blijkt al 2000 jaar oud te zijn. Is ook in Pompeji gevonden en dat is nooit opgelost. Aha. En dan denk ik van ja, maar dat is dan interessant, weet je wel, van wat zou dat kunnen betekenen? En toen ben ik gaan graven, ik ben daar nog een keer naartoe gegaan en ik ben er helemaal ingedoken. En het is eigenlijk een beetje als met dat graven, hè? Als je echt goed gaat graven, dan vind je zeker wel iets. En dat heb ik ook, ik heb het ook gevonden. Ik ga het niet precies vertellen wat er dan gevonden is, want ja, dan spoileren, dat is natuurlijk ook niet leuk. Nee, dan gaat niemand het boek meer halen. Je komt echt geweldige dingen tegen. Weet je, dus ik krijg hier een beetje Dan Brown gevoelens van. Dat gelijk dat denk ik, oh, nou ja, het is dus wel een soort vergelijkbare spuurtocht. Ja. Door het verleden, door langs allerlei afbeeldingen, beelden, dichtregels. Je gaat eigenlijk de hele renaissance terug naar de tijd van de familie de Medici, zeg maar, van honderden jaren geleden. En daarin probeer ik de lezer mee te nemen. Ja, dat klinkt goed. Ja, uiteindelijk gaat de familie Medici is rijk aan mysterie. Ja, ja zeker. Dat moet goed komen. Ja, absoluut, ja. En gisteren was ook de vraag een beetje van, is dit nou allemaal waar? En jij zei dat echt 90% van dit verhaal is waar. Nou, wat ik leuk vind is om verhalen te maken die dat als je... Hè, ik probeer het altijd heel precies op te schrijven en ook zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven. Ja. Het verhaal gaat ook over 15, 16, 17 augustus 2019. Toen ben ik daar ook geweest. Tijdens de beroemde paardenrace in Siena, de Palio. Ja. En dat probeer ik dan ook wel heel precies te volgen. En als mensen dan vervolgens gaan zoeken van, ja, wat is het ook alweer? En ze gaan een beetje googlen en ze gaan zelf wat dingen opzoeken. Dan zien ze ook gewoon dat alle namen en alle tijden en alle locaties en alle omschrijvingen, het klopt allemaal. En zo probeer ik hoe echter je het maakt, hoe meer mensen meegaan in het verhaal. Dit is voor het eerst dat jij zoiets schrijft, Frank, of niet? Wat zeg je dat? Dit is voor het eerst dat jij zoiets schrijft, zoiets componeert. Nee. Het is mijn derde thriller. Mm-hmm. En ik ben, even kijken wanneer is het, 6 jaar geleden, 2015 was de eerste, De Vraag van Vondel. Dat was een speurtocht, eigenlijk een vergelijkbare speurtocht, maar dan in Amsterdam over wat voor sporen Vondel en de Rederijkers en allerlei schrijvers in de eeuwen daarna hebben nagelaten in Amsterdam. En toen is wel leuk voor Mout. De volgende ging naar Zeeland volgens mij, toch? Echt waar? Ja, maar De tweede was in... Ik ben nu ook in Terneuzen. Dat had ik dus ook gehoord. Volgens mij, wij delen onze roots. Is het zo? Ja, ik ben ook een echte Zeeuw. Dat mag ik hier niet zeggen, want het is... Wel hoor. Je moet er weer. Waar kom je vandaan dan? Capelle. Ja, dat is de overkant, hè. Ja, dat zeg ik dus eigenlijk ook altijd om. Ja, ik zit in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, kijk, ja, dat is... Ja. Ja, dat is anderen zeggen dat dat weer de overkant altijd is. Ja, ik verschilt altijd een overkant. Er is altijd een overkant. Ja. Maar goed, we hebben dus... Er is altijd een overkant. Nee, maar dat tweede boek, in Terneuzen, dat is de havenplaats waar de Vliegende Hollander, het beroemde spookschip, ooit is vertrokken volgens de overlevering. Dus alles hier in Terneuzen, dat ademt de Vliegende Hollander. En ik denk, daar moet ik ook iets mee. Ja. Ja. En toen ben ik er ook in gaan duiken. En daar kom je echt de meest fantastische verhalen tegen. En dat heb ik toen in een tweede boek gemaakt. En nu met dit raadsel, ja, daar moest ik gewoon iets mee. Mijn hoofdpersoon is iemand die erg... Ja, dat is een historisch letterkundige. Dus die gaat echt op teksten en dichtregels. En probeert daar allerlei verbanden in te zoeken en connecties te maken. En die stuit dan op iets wat eeuwen en eeuwen teruggaat in de tijd. En hij gaat uiteindelijk op zoek naar een verloren gewaand derde boek. Het derde boek van iemand uit de klassieke oudheid. En dat proberen ze in het boek te vinden.
Mooi. En daarom heet het ook het derde boek. En ook omdat het toch mijn derde thriller is. Dus dat is een soort dubbele... Nou, dat vind ik dus zo grappig inderdaad. Boek, zeg maar. Je hebt dan inderdaad de wraak van Vondel. Je hebt de Vliegende Hollander. En dan toen dacht je bij de derde, weet je wat? Laten we niet moeilijk doen. Gewoon het derde boek. Punt. Het derde boek. Ja, maar ze zoeken ook echt naar de terzo in het Italiaans. Het derde. Dus het derde boek. Terzo, en, dus het dekte de lading ook volledig. Dus ik denk van, dat gaan we niet moeilijk doen. We noemen het gewoon het derde boek. Het derde boek. Nou, dus hebben gisteren verschenen, ja. En we hebben jou ook speciaal uitgenodigd. Dit is de derde uitzending van dit seizoen. Ja. En ik heb speciaal voor jou weer een shirt laten maken. Ik heb het derde shirt aan. Ja, want derde shirt. Heel mooi. Voor de luisteraars, Piet, die probeert altijd zich een beetje aan te passen in zijn kledij aan de uitzending. Hij neemt altijd een uniek shirt mee met de tafelgast iets te maken heeft. Of, nou ja, en dit keer ben jij dus bijzonder, Frank. Want hij heeft voor jou speciaal een shirt laten maken. Daar ga ik zeker nog een keer terugkijken. Ja, dat moet je doen. Dat het er dan uitziet, ja. Hey Frank, mooi. Ik ga morgen op vakantie en ik kom waarschijnlijk ook ergens de komende weken langs Siena. Ik denk dat ik dadelijk even met een van onze twee boekhandels rijd en maar een derde boek ga aanschaffen. Maar langs de Siena, je gaat er toch ook wel naartoe, hoor? Ja. Je nu wel, ja, nu wel. Kom maar langs. Nee, je moet, als ik jou een paar tips mag geven, gewoon even heel kort nog, is dat... Ga op zoek naar dat raadsel. Het zit aan de linkerkant van de Dom. Ja. De beroemde Dom van Siena. En als je er toch bent, ga vooral. En je gaat er binnenkort naartoe, hè? Ja, maar overmorgen. Morgen. Ja, op een dode gemak. Ga vooral ook naar die prachtige marmeren mozaïekvloer kijken. In de Dom van Siena. Want die is juist in deze periode... kun je die bezichtigen. Dat kan maar 10 weken per jaar. En dat is nu, je timing is perfect. Dus wij moeten Loek nog wel terugkrijgen, hè? Want straks is hij met het mysterie zo enorm in de wand dat hij niet meer terugkomt. Ik ga jouw boek... We overwegen om jou een rubriek te geven in dit programma... De toeristische tips van Frank. Ja. En dan hebben we misschien hey Frank, jij wil mooi één klein verzoekje, want dit is het derde boek. En alle boeken gaan over mysteries. En wij zijn dus net... ik heb net mensen gevraagd... Er is 1100 keer de straat opengegaan in Tilburg. Daar blijkt niks uitgekomen te zijn. Ik geloof er geen fluit van. Er moet een vierde boek komen. Mag er een vierde boek... Dat het niet het 13e boek wordt of zo, hè? Maar dat je... snel een boek doet met waarin dit in Tilburg gebeurt, lijkt me nou zo gaaf. Ja, dat zou kunnen. Ik heb ooit een keer een kinderboek gemaakt, dat heet 13. En dat speelt zich ook af in Tilburg. Dat is ook een soort mysterie, een soort... Leuk. Dat had ik weer met Van Gogh te maken. Dus misschien zit er wel iets, misschien zit er nog iets meer inderdaad. Nou, ga maar een beetje zitten. Ga maar een beetje te broeien daar. Ga maar een beetje te broeien. En dan spreken we elkaar. Ja, dan spreken we elkaar hier. Ja, dat is goed. Ja. Hey, tot ziens. Dag Frank. Tot ziens. Oké. Hoi. Frank van Pamelen was dat. Het derde boek. Het derde boek. Ja, mooi. Fijn. Ja. Leuk. Maar wordt er een hoop gemaakt in deze stad, Roger, of niet? Vind je niet? Stad van de makers. Ja, goed. Dat is niet zomaar. Ja, dat vind ik dan een slogan. Maar hier in dit programma maak je het gewoon allemaal mee. Maar maak je al een boek? Heel dichtbij. Ik ben nu nog niet bezig met een boek. Nee. Een bundel aan het einde van... Ja. Als Frank niet opschiet, dan... Dan haal je hem in. Kijk, dan is het wel mooi. Een soort proza, weet je wel, met dichtend boek over de mysteries in Tilburg. Misschien kun je het samen doen. Wie weet. Ja. Hey, maar nou ben jij wel stadsdichter. En heb je dan ook iets gewoon paraat om ons laten horen wat je zo gemaakt hebt? Bedacht hebt? Ja, zeker. Of overval ik je nu? Nee, ik kan wel wat laten horen. Nou, dan gaan we dat doen. Wat is leuk? Een gedicht en een rap erbij? Ja, doe ik maar. Vind het prima. Ik vind het, laat maar komen. Oké. In het begin was mijn complexie donker. In zoektocht naar het ochtendgloren verloor ik mijn zicht terwijl ik wachtte op een wonder. Een godverlaten gevoel raakte verdwaald in contemplatie. Een slaaf van predestinatie. Ik kom uit dezelfde aarde geboren als jij. Dat was een stuk. Heel klein stukje wat gaat om een periode waar ik me niet zo lekker in mijn vel voelde. Ja. Dus een beetje omgekeerd. En rap zal niet veel verschillen hoor. Maar een wolf in schaapskleren verliest zichzelf in zijn outfit. Je bedoelde het goed terwijl je onbewust fout zit. Zou rijk moeten zijn als mijn zwijgen eigenlijk goud is. Soms lijk ik bang voor zilver alsof de lijken in mij het benauwd heeft. Ik hap naar adem en hel naar de maan. Ze vertellen waar naartoe, maar zeggen niet waar vandaan. Een schrijnend verhaal vergiftigd door een schijnheilig bokaal. Kun je me nog volgen, want hier wordt het lijden vertaald. Geplaagd door zelfhaat, gekweld door mentale slavernij. Een kudde volgen is niet wat ons terug naar Zion leidt. En hoe je naar mij kijkt, is echt niet waar het bij mij om draait. En omgedraaid ben ik al gewend dat we vijandig zijn. Een gesloten persoon, ik doe pas open als je bij me blijft.
Ik ben zo geworden, niet iets wat je zomaar uit me krijgt. Alles past perfect in een hokje als ik naar buiten kijk. Verslaafd aan highlights en te blind voor de realiteit. Ik wil heel even een applausje. Oh, ja. Nice. Heel gaaf. Nou, mooi hoor. Nou, ik ben dus nu heel erg druk bezig om een beetje mijn weg te vinden als stadsdichter. Wat schrijf ik wel, wat schrijf ik niet, wat publiceer ik wel, wat publiceer ik niet. En ja, daarom ben ik daar nu vooral echt bezig voor een set op te stellen, een live performance, zodat ik gewoon ook mezelf kan laten zien. En wie weet, volgend jaar dat ik daar wel een bundel uit kan persen. Wie weet. Nice. Als ik nou een keertje zou willen dat jij bij mij zou optreden, een aantal mensen. Ik heb mensen in de omgeving die hebben nooit van stadsdichters gehoord en blablabla. En als ik nou zou zeggen, hey, kom je een avond, doe je dat dan? Ja, zeker. Kijk, gaan we dan een keer organiseren. Ja. Super, mooi. Toch? Graaf. En bij jou in de tuin? Ja, oh, dat is helemaal leuk. Helemaal in de tuin? Ja, we hebben een hele mooie tuin. Piet heeft een in de race. In de race. In de race. Daar moeten we een tune van maken. In de race. Ja, nee, dat gaan we doen. Hé, mooi. Ik kreeg even een traantje in mijn ogen, maar dat zal de leeftijd wel zijn. Halima hangt geloof ik, hè? Ja, nou, ze hangt nog niet, maar ik had dus wel het idee om Halima even te bellen. Want we hebben het vorige week over de Nacht van de Vluchteling gehad. Dat is nu achter de rug. Ja. Het was zaterdag, als ik goed zeg, zaterdagavond. Het was de nacht van zaterdag op zondag. Het was 40 kilometer. Er gingen mensen lopen om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingen. Om ook geld bij elkaar te krijgen. En erbij stil te staan. We hadden 100.000 euro bij elkaar gesprokkeld. Nou, en het ging dan naar projecten. Maar we zijn benieuwd, want Halima had dat geoefend. Onze Halima, die hier vaker ook zit. In plaats van Loet of Piet of mij. Of wie dan ook. Maar wie dan ook. Die heeft dat dus meegelopen inderdaad. Dus wij gaan haar gewoon live in de uitzending bellen. Ja. En even kijken hoe ze opneemt. Dat durft ze wel. Ja, toch? Dacht ik ook. Dat durft ze wel. Jawel. Hallo. Hey Halima, Loet hier, Tilbus live. Ben je bij ons, bij Piet en bij Rodrigo en bij ons allemaal. Dus wilden even terugkijken naar jou, naar de Nacht van de Vluchteling. Ja. Ja. Ja, want je zat vorige week, hier met mij mee te presenteren. En toen vertelde je dat je geoefend had en dat je al dagen op dezelfde schoenen liep. Ja. En we hebben nog 2 minuten, zegt Mark. Moet even, dus we gaan het even kort doen. Hoe was het? Hoe was het? Ja, het was echt, echt fantastisch. Zeker een aanrader. En erg confronterend vond ik het. Confronterend? Even los van alle blaren en zo. Dat je midden in de nacht ergens rondloopt, waar je alleen met je zaklampje vooruit komt, vond ik heel heftig. Ook nog bedenkend dat wij natuurlijk al onze luxe bij ons hadden. En misschien wat ik het meest confronterend vond, was de finish. Want dan kom je aan bij de op 13 en een feest en warm onthaal. En ja, dat is natuurlijk niet de realiteit. Nee. En dat vond ik heel heftig. Want ik kreeg op een gegeven moment van Esma een knuffel. Hij gaat huilen en ik denk, oh, kunnen we dat niet allemaal doen? Gewoon voor de mensen die het echt af moesten leggen. Waren die er ook bij, mensen die dat echt mee hebben gemaakt? Heb je ook echt hun verhalen gehoord? Ja, je hoort natuurlijk door de jaren heen wel die verhalen. En mijn nichtje die geeft les in rijen op de basisschool van het AZC. En hun eerste reactie toen zij vertelde dat zij dit bijvoorbeeld ging doen, van de kinderen van groep 7-8, die zeiden van ja, maar juffrouw, wij hebben veel meer kilometers afgelegd dan alleen die 40. Ja, dus, ja, eigenlijk is het niks inderdaad wat dat betreft. Nee. En natuurlijk checkpoints met alles erop en eraan. En iedereen was super lief. Perfect georganiseerd. Compliment in ieder geval. En we zijn al klaar voor volgend jaar, denk ik. Nou, hartstikke mooi. Hé, want wij zijn bijna aan het einde van het programma. Had je blaren? Ja. Had je blaren? Ja, zeker, tuurlijk. Heel veel blaren. Krijg je van zo'n stuk. Ja, maar dat hoort erbij, hè? Ja, dat hoort erbij. Maar, zeggen wij hier. Die de indruk van ons lijf. En wij zeggen allemaal hier, dat hoort... zelf gewoon. Wij zeggen allemaal, dat hoort erbij, want wij hebben niet meegelopen. Dus ja, dat hoort erbij. Die blaren. Ja, precies. Precies. Zullen we de volgende keer met z'n allen gaan, met Tilbus? Ja, dat is goed. Dan kunnen we het over hebben. Live verslag. Gaan we het over hebben. En nog heel even snel voor de luisteraars, of vooral de kijkers. Als je kijkt, dan zie je dus hier een mooi shirt hangen. Die kan je dus vanaf nu winnen, hè? Van Tilbus. En dit is dus een collectors item zelf. Collectors item, want straks komt het oude logo erop, alles. Ja. Dus vooral doen. Oké. Zijn wij aan de tijd? Ja, zijn we aan de tijd. Wij gaan afkondigen. Nou, tot volgende week. Dag Halima, tot Tilbus. Doei. Tot volgende week. Tot volgende week, Tilbus. Ik ben even een paar weken eruit en dan kom ik weer terug. Dag, Loet. Fijne tijd. Jo, dag allemaal.